Welkom bij Iedereen kan haken. Vandaag gaan we de touwsteek haken. Ik heb naald nummer 4 gebruikt. Een vierkant lapje. En opgezet deelbaar door 3. Steken 10 keer 3 is 30. Plus 3 steken om het begin stokje te maken. Hieronder zie je hoe ik ben begonnen. En de eerste rij is helemaal niet lastig, maar daarna de tweede toer en alle andere toeren hoef je eigenlijk geen steek meer te zoeken, maar je haakt 2 in 1 dezelfde opening. En ze noemen dit de touwsteek, omdat deze echt op een, net alsof het een touw is. Ja, onder een witte achtergrond zie je het beter. Dit is ook heel leuk voor zomertopjes te maken. Ik heb de Super Soft gebruikt van Zeeman. En omdat ik het nu ga uitleggen, is dit lapje nu klaar. Je kan ook allemaal van deze lapjes maken. Echt een hele leuke steek. Je begint met een opzetlus. En dan gaan we tellen naar 33. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je begint het eerste stokje in het vierde gaatje of in de vierde opening vanaf de haaknaald. Kijk, dan is dit de kantstokje en dit is het eerste stokje. Dan doe je 1 losse en dan de volgende weer een stokje. In de eerste toer moet je er 1 overslaan, dus dat doen we nu ook. Omslaan, 1 overslaan, 1 stokje, 1 losse en weer 1 stokje. Dan sla je er 1 over. Een stokje, 1 losse, 1 stokje. Sla je er weer 1 over. Een stokje, 1 losse. Een stokje. Sla je er 1 over. Een stokje, 1 losse. Een stokje. Een overslaan, een stokje, een losse, een stokje, een steek overslaan, een stokje, een losse, een stokje, een overslaan. En we zijn er, ja, nog niet helemaal, maar we zijn er al bijna met de eerste toer. 1 overslaan. 1
stokje 1 lossen. Een stokje overslaan, een stokje, een losse, een stokje en dan ben je bij de laatste en daar zet je een stokje in en hier bovenop komt weer het andere, zeg maar dit is de kantsteek. Dan maak je 3 lossen voor werk te keren, je keert het werk en je gaat in deze openingen weer met de stokjes en de lossen beginnen. Omslaan, kijk dit is het beginstokje en dan heb je hier het veetje, het eerste veetje, tweede veetje, derde veetje. Dan gaan we 1 stokje, 1 lossen, 1 stokje. En we gaan verder weer in het veetje, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje en dan weer in het veetje, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje. Stokje, 1 losse, stokje, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje. Kijk, als je dadelijk bij toer 3 bent, dan is het nog handiger, want dan hoef je eigenlijk niet meer te kijken waar die veetjes zitten, die heb je nu al hier gemaakt. We gaan gewoon verder. Een stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 en in de laatste, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje en dan de eerste 3 van de opzetlus, daar zet je weer een stokje op en dan wordt je kantsteek of je kantstokje en je werkt omhoog weer met 3 lossen, 2, 3 en je keert het werk en dan wordt het met toer 3, 4, 5 alle toeren makkelijker om die veetjes te maken. Je steekt dus na die 3 lossen steek je weer in die vee. Je hoeft niet te zoeken naar een lusje of een losse, het is gewoon in die V, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, 1 stokje, 1, oh, nou laat ik er een schieten, even opnieuw, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje, ja, zo ga je alles af en dan heb je de touwsteek en als je een beetje doorhaakt, dan is dit het resultaat. Bedankt weer voor het kijken naar Iedereen Kan Haken. En ik hoop dat je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Want ik ben
vrij druk op het moment om heel veel steken uit te leggen. En dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste steken. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.